Even zeggen, wij zijn de jongerenraad, dat wisten jullie waarschijnlijk wel. Maar ik wil even vertellen waarom we deze fotowedstrijd zijn begonnen. We willen namelijk de gemeenteraad laten zien wat de jongeren nou eigenlijk van Almelo vinden en wat ze mooie plekjes vinden en zo. Gewoon om te laten weten dat wij er ook zijn en dat we iets willen zeggen. Dat dan zo'n oude toren er nog staat en dan nog betekenis heeft voor Almelo, dus vandaar dat ik hem heb gefotografeerd. Mondoort, sorry. Ik heb voor dit plekje gekozen omdat het een mooi park is. Er loopt een mooi kanaal toe en je ziet ze maar eenmaal allemaal lijnen naar de diepte. Ik heb voor het Schuilpoortpark gekozen omdat het voor mij een hele mooie betekenis heeft. Omdat het een van de laatste uitstapjes was waar ik met mijn broer en mijn schoonzus was. En die zitten nu in Australië. Dus. Jarne van Os. Ja, ik heb vanuit de 19e verdieping de haven en de twee kerken gefotografeerd. Vanuit de 19e verdieping van het stadhuis. Omdat ik het stadhuis, de 19e verdieping, een mooie plek vind. Omdat je van heel veel hoeken mooi uitzicht hebt. Ik heb een foto gemaakt van het stadhuis en een deel van het Twentcentrum. En ik had het gekozen omdat ik zeg maar het oud en nieuw, dat vond ik erg mooi. Ik heb er geen verhaal achter. Ik ben er langs gekomen toen ik aan het fotograferen was bij het stadhuis. En dat is eigenlijk de reden waarom ik heb gemaakt. Ik zag hem en dacht, nou, leuk plaatje. Hey. Nou ja, Fire Smoke, dat is bij de Dora Kennedy Scouting bij ons. En omdat je meestal s'avonds laat bij scouting bent, zie je de zonsopgang niet. Dus we waren op kamp en kampbuurtje toch nog gemaakt. En het was zo'n smoke en allemaal lijnen en diepzicht. En dan heb je Tulip Mystery, dat is ballon 3 bij de station, helemaal achterin. Dat is half 1 s'avonds. En ja, ik woon niet hier, maar dat verder. Dus zonder de tijd kom ik niet naar school of naar scouting, waar wel mijn sociale gelegenheden zijn. De overgrootmoeder van mijn opa, die is hier nog onderdoor gekomen met de trekschuit, met turf en textiel. En mijn vader en mijn broer en mijn opa hebben hier altijd geschaatst en gevist en gezwommen. Dus vandaar zit hier een hele rijke familiehistorie achter. En daarom is dit een heel speciaal plekje voor mij in Almelo. En deze heb ik gemaakt omdat elke dag wel iets moois is. En ik vind dat we daar wat meer naar moeten kijken. Naar het mooie moment van elke dag. Want ik denk dat elke plek een mooie plek kan zijn. Mooi toch, vooral s'avonds om foto's te maken. En het is toch nog wel een best wel bekend beeld van Almelo zelf en de kaart zelf. En wonen jullie ook in de buurt?